maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de gemeente Oorschot betekent dat wij vinden dat ondernemers verder moeten gaan dan de wettelijke normen. Maatschappelijk ondernemen betekent ook dat je continu werkt aan je imago en dat je streeft naar zo duurzaam mogelijk produceren. Voor de gemeente zelf betekent het ook dat wij in 2025 energie-neutraal willen zijn. Energie-neutraal in de zin dat we de energie opwekken via windenergie, vergisting, zonnecollectoren, energietransitie en dat zowel burgers als bedrijven streven naar zo weinig mogelijk energieverbruik. Op dit moment wordt 53% van alle energie in Oorschot wordt verbruikt door de bedrijven. Het initiatief zal dus de komende jaren liggen bij ondernemers en bij burgers, want de overheid kan het niet alleen. Duurzaamheid zit in onze genen. Dat komt, we zijn een coöperatieve bank en dat betekent dat winst bij ons niet centraal staat. Het gaat juist om de belangen van onze klanten, van onze leden, maar ook van onze medewerkers. En we sluiten heel graag aan bij de omgeving waarin we bankieren. En ik denk dat dat naadloos aansluit bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bieden onze klanten allerlei duurzame producten. Denk bijvoorbeeld aan de streekrekening. Maar we integreren het ook in onze eigen bedrijfsprocessen. Zo gebruiken we steeds minder papier, gaat er steeds meer digitaal. Maar ook bijvoorbeeld ons vernieuwde kantoor in Oorschot hebben we heel veel energiebesparende maatregelen gebruikt. En misschien nog wel wat ik het allerbelangrijkste vind, onze medewerkers. Die stimuleren we om juist duurzaam te handelen en iets te betekenen voor de omgeving. Zij maken het verschil. Op dit moment werken wij met onze zakelijke ledenraadsleden een duurzaamheidsprogramma uit. Voor alle ondernemers, dus ook de Oorschotse. En de bedoeling is dat dat iets zal zijn voor meerdere jaren, dus niet eenmalig. Ik zou de Oorschotse ondernemer uit willen dagen om MVO echt concreet te maken. Zorg ervoor dat het een onderdeel is van je eigen onderneming, want het levert niet alleen de maatschappij iets op, maar ook je eigen onderneming. En zoek daarbij de verbinding. Ik denk juist door het voeren van de dialoog dat de beste ideeën tot stand komen. Vanuit de markt krijgen wij dagelijks vragen en meer vragen om inderdaad duurzame oplossingen ook als hekwerkproducent te leveren. En daar spelen we als ondernemer graag op in. Uiteindelijk is het mijn persoonlijke mening dat we inderdaad met groen ook geld moeten kunnen verdienen. Want uiteindelijk zitten we als ondernemer daar ook voor op deze plek om uiteindelijk geld te kunnen verdienen. En ik heb hier een heel concreet voorbeeld, want iedereen kent Heros vanuit een hek, dus pijlenhekwerk. Maar dit hek is op een andere wijze geproduceerd. En feitelijk komt erop neer, het is 70% minder CO2 en 30% goedkoper. Nou, mooie kan het als verkoper niet hebben. Ik denk dat je als voor dit thema zou je op een andere wijze moeten denken. Je moet niet denken in beperkingen. Je moet ook niet denken in termen van we moeten dubbelzijdig kopiëren, we moeten besparen. Maar je moet aan een hele andere kant, je moet kijken op welke wijze duurzaamheid iets kan opleveren. Als je op die wijze naar duurzaamheid gaat kijken, zul je ook zien dat er andere concepten, andere mogelijkheden gaan ontstaan. Dus denk op een andere manier, probeer echt creatief te zijn en dan ontstaan er inderdaad allerlei opportuniteiten of mogelijkheden waar je als ondernemer weer dankbaar gebruik van kan maken en iets mee kan doen. Stichting Oorschot Verbindt, de naam zegt het al, het verbinden van ondernemers in Oorschot met als belangrijkste doelstelling de ondernemer van het jaarverkiezing. Dit jaar hebben we als stichting gezocht naar een uitbreiding in prijsvraag. Dat heeft geresulteerd in een CO2-prijs. De belangrijkste doelstelling hierin is natuurlijk de reductie van CO2 en niet te vergeten de besparing voor de ondernemer en energiekosten. Als stichting hebben we hierbij gezocht naar een stuk bekendheid creëren van bedrijven die betrokken zijn op het gebied van duurzame energiebesparingen. En we zijn ook zeer trots dat we dit jaar voor de eerste keer deze prijs mogen uitreiken. Het mooie van dit proces is dat het niet alleen tot energiebesparing heeft geleid, maar ook dat er dus allerlei andere creatieve samenwerkingsvormen tot stand zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld dat we nu gaan onderzoeken of er een kunstgrasveld gelegd kan worden met zonnepanelen. We hopen een bijdrage te kunnen leveren door de velden ook functioneel in te zetten. Door groene stroom op te werken met een wit randje, de clubkleuren van Oorschot Fruit. Hoop daarbij voordeel te hebben door mogelijke optie van de kunstgrasvelden te realiseren en onze energiekosten te reduceren als voetbalvereniging.
Een voetbalveld wat energie oplevert, een geweldig initiatief van bedrijven en burgers. Waar Oorschot heel blij mee is en het helpt om Oorschot zo snel mogelijk energie-neutraal te maken. Het zou natuurlijk mooi zijn als Heras, jullie met jullie allemaal aan tafel hier, want wij zitten inmiddels meer dan 50 jaar in Oorschot, dat wij inderdaad een bijdrage kunnen leveren aan een groene Oorschot. En we geloven vanuit Heras ook absoluut in het feit dat wij inderdaad met bedrijven, met gemeenten en ook in dit geval met de sportclubs tot innovatieve concepten kunnen komen waar we ook vanuit Heras een bijdrage aan leveren. Dus dat geweldig verhaal. Nou, als Koen Radi kijken we hier dagelijks uit op de sportvelden. En het is natuurlijk hartstikke zonde om die velden daar te zien liggen waar niks mee gedaan wordt. Ja, als bedrijf zou ik daar graag zonnepanelen neerleggen. Hey, ons dak is te klein. En ja, elektrische auto's, dat is waar ik naartoe wil. Dus ik, mooi initiatief. Ik hoop dat we met z'n allen uit gaan komen. Aan de CO2-prijsvraag hebben zo'n 15-tal Oorschotse ondernemers deelgenomen. Die hebben wij een gratis CO2-footprint kunnen bezorgen. En daarmee krijgen ze inzicht in hun energieverbruik. Nou, met de footprint in de hand hebben we een marktplaats georganiseerd. De marktplaats, daar zijn de ondernemers die energie willen besparen en ondernemers die energiebesparende producten en diensten leveren, die hebben we bij elkaar gebracht. En daarmee is gekeken waar dus investeringen gepleegd kunnen worden om energie te besparen. En dat is heel mooi, want daarmee krijgen de ondernemers die dus energie willen besparen een lagere energierekening. De vraag is nu, welke ondernemer heeft dusdanig geïnvesteerd zodat hij de grootste relatieve besparing bewerkstelligt en deze avond als winnaar van de CO2-prijsvraag uit de bus komt?